Ik zal wel terugreageren, maar het is niet dat ik denk van, oh my god. Oké, nee. Oké. Ja. Hallo allemaal, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video van Rabona TV. Mijn naam is Mees, de nieuwe presentatrice van Rabona TV. En vandaag zijn we in het mooie Breda om te vragen of de mensen antwoord weten op de volgende vraag. Hoeveel volgers denk jij dat Cristiano Ronaldo op Instagram heeft? Vergeet ook zeker niet te abonneren op ons kanaal. Veel kijkplezier en duimpjes omhoog. Wat weet jij over Cristiano Ronaldo? Dat is een voetballer. Een voetballer. Ja. Oké, een bekende voetballer? Hele bekende voetballer. Oké, goed zo. Dat klopt inderdaad. Hoeveel volgers denk jij dat hij op Instagram heeft? Ik denk tussen de 100 en de 200 miljoen. Of is dat te breed? Ja, kan je een specifiek antwoord geven? 150. 150, ja. Oké. En van waar denk je dat hij de 150 heeft? Ik heb geen idee. Nee. Gewoon pure gokje. Denk het, ja. Ben jij een beetje bekend met social media? Ja, denk het wel. Zoals Facebook, Instagram? Ja, dat. En ja, Snapchat. Oké. En zit je zelf ook wel eens op Instagram? Ja. Ja. En hoeveel volgers heb je ongeveer? 600, denk ik. 600. Oké, dat is wel een. Dat is wel een aantal. Hoeveel volgers denk jij eigenlijk dat Cristiano Ronaldo op Instagram heeft? 20 miljoen of zo? 20 miljoen? Oké, dat is een hoop volgers. Waarom denk je dat? Ja, iedereen kent hem wel, denk ik. Ja. Ook al, ja, dat denk ik. En hoeveel mensen denk je dan dat hij terugvolgt? Ik denk heel weinig. Het is relatief weinig. Ik denk 2000 of zo. 2000, oké. Omdat hij misschien bekend is en ja, dat hij dan... Dat hij alleen mensen terugvolgt die hij kent, denk ik. En denk je dat er regelmatig wel eens een DM in zijn DM's komt? Dat denk ik wel, ja. En dan denk je van vrouwen of van mannen? Of? Beide, denk ik. Beide? Ja. Oké, want is hij een knappe man? Vind jij hem knap? Ja, ik zelf niet per se zo, maar heel veel mensen vinden hem wel knap. Ja. Dus. Maar dat heeft misschien ook te maken met het geld, hè? Wat, ja, oké. Ja, 250 miljoen? 250 miljoen. Nee, oké. Okay. dat is een hoop, toch? Ja, behoorlijk. Van waar dit antwoord? Jij denkt gewoon van... Ik zou het niet weten, namelijk. Nee. Oké, gewoon een pure gokje. Jazeker. Oké. Een paar miljoen. Ja. Dus 4 miljoen, 5 miljoen. Nou, het zal wel iets meer zijn. Ja. Oké. En denk je dan ook dat hij regelmatig wel eens berichtjes van meiden in zijn mailbox krijgt? Dat denk ik wel, ja. En van waar? Omdat vanwege het geld of... Knap is. Allebei, denk ik, ja. Allebei. Oké. En als jij een berichtje zou krijgen van Cristiano Ronaldo, wat zou je dan doen? Nou ja, heel eerlijk. Ja? Dat boeit me eigenlijk niet heel veel. Nee. Want ik kijk niet echt voetbal of zo. Ik zal wel terugreageren, maar het is niet dat ik denk van, oh my god. Oké. Nee. Ja. Nou, goed om te weten. Dat ben ik dan. Ja, nou ja, dat kan. Voor ieder voor zich, toch? Ja. Dankjewel voor het kijken naar deze leuke video. We hopen dat jullie het natuurlijk leuk vonden. Vergeet natuurlijk ook niet te abonneren op ons kanaal. Duimpjes omhoog. En misschien wie weet, tot de volgende video.